Tesla Model 3. Nou, hij hoeft eigenlijk helemaal geen introductie meer, want al in 2016 verschenen de eerste foto's online. Maar in de jaren die volgden eigenlijk bleef die auto toch een beetje in mysterie gehuld. En werd het ook de auto waar de mensen het meest naar uitkeken, leek het wel. Dat is ook niet zo gek natuurlijk, want duizenden mensen hebben hun bestelling al geplaatst. En ja, hoe je het ook bent of keert, hij is nog niet beschikbaar in Europa. In Amerika wel trouwens. Ik was een paar weken geleden in San Francisco en daar zie je ze heus al op iedere straathoek staan. Maar nu hebben we de kans om in Europa een rondje om de auto heen te lopen. Een van de grote vraagstukken aan het begin was hoe de situatie hier aan de achterkant geregeld is bij de Model 3. De Model S en de Model X, dat zijn eigenlijk een soort hatchbacks, liftbacks zo je wilt, met een klep die daar scharniert. Maar een Model 3 die heeft een achterruit die eigenlijk helemaal tot hier doorloopt. Dit is één stuk, dus ja, dat gaat niet. En hoe heeft Tesla dat dan opgelost? Nou, de Model 3 is een sedan. En niet zomaar een sedan, zoals je dat gewend bent, maar een sedan met een hele aparte klep die helemaal hier tot hier doorloopt. Maar dat betekent dus wel dat je een vrij kleine opening hebt. Wel een groot laadruim trouwens. Met ook nog een dubbele bodem waar nog, nou ja, ik kan me zo voorstellen je laadkabel, maar in ieder geval een heleboel los spul in kan. En dat is natuurlijk niet alles, want er is nog een bagageruimte. En die bevindt zich natuurlijk in de neus, de frunk zoals dat heet in Tesla kringen. Niet gigantisch, maar dit zorgt er wel voor dat de bagageruimte in totaal op 542 liter uitkomt. Nou, voor Tesla-rijders is zo'n laadruim hier eigenlijk niks bijzonders. Maar we weten nu wel, sinds Audi de e-tron heeft geïntroduceerd, dat het ook niet vanzelfsprekend is dat je hier nog bagageruimte hebt in een elektrische auto. Nou, dan beginnen we toch even op de achterbank. En ja, hier kun je eigenlijk gewoon goed zitten. Wel met wat opgetrokken benen. Dus de vloer is wat aan de hoge kant. Maar knieruimte is op zich genoeg. En hoofdruimte ook. Maar ik laat wel meteen vette vlekken achter als ik toch met mijn kruin het dak raak. Want het is natuurlijk van glas. En dat zorgt dan wel weer voor een hele bijzondere sfeer. Nou, hier in het interieur is alles anders in de Model 3. Zelfs als je een Model S gewend bent, oogt dit eigenlijk weer helemaal nieuw. En dat komt natuurlijk vooral door dit enorme 15-inch scherm. Dat lijkt een los ding wat je heen en weer kan schuiven, maar dat is niet zo. Het zit gewoon muurvast. En de rest van het dashboard is eigenlijk leeg. Er lijkt niks te zijn, zelfs geen ventilatieroosters. Er is een striphout en er is gewoon een zwart paneel over de hele breedte. Maar er zijn wel ventilatieroosters. Laten we daarmee beginnen. Die zitten in het scherm, want eigenlijk alles laat zich via het scherm bedienen. De enige uitzondering is de automaat en de richtingaanwijzers en deze twee knoppen op het stuur. Daar kom ik zo meteen nog op. De ventilatieroosters. Nou, het menu open je door op deze balk hier te duwen. Dat is op zich niet nieuw, kennen we ook uit andere auto's. Dan heb je hier een knop en daarmee kun je de stroomrichting bepalen van de lucht die uit de roosters komt. En die roosters die zitten hier. Eigenlijk is het één groot rooster over de hele breedte van de auto. En dat betekent dat je ze ook naar eigen wens kunt indelen. Dus nu zijn er twee segmenten. Dit is er één, de rechterhelft. Dit is de ander, dat is de linkerhelft. En die kun je opsplitsen door hierop te duwen. En dan heb je ineens vier individueel verstelbare segmenten. En dat verstellen zelf gaat trouwens ook op een heel aparte manier. Want er is niet zo, zoals bij een normale auto, dat er een soort van paneeltje heen en weer schuift die de luchtstroom bepaalt. Maar er is een tweede luchtstroom hier uit deze onderrand. En die duwt de belangrijke luchtstroom de andere kant op als jij hem hoger zet. Ik zeg het al, Tesla doet alles anders. Nog even verder door het scherm. Nu weer op auto. In het menu Quick Controls. Nou, dan heb je onder andere de verlichting. Hier zie je overigens ook hoe je de voorklep open krijgt en de laadklep. Maar dan komen we bij die knoppen op het stuur terecht. Want die dienen verschillend doel afhankelijk van het menu waar je in verkeert. Het kan zijn dat dit gewoon de volumeknop is, zoals je ook in je huistuin- en keukenauto aantreft. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat deze knoppen, als je daarop duwt, het stuur verstellen. Het zijn scrolletjes die naar boven en naar beneden kunnen en ook naar links en naar rechts. Dus in dit geval, omdat ik dat menu heb geselecteerd, gaat het stuur nu omhoog. En door links of rechts te doen, gaat hij van me af of naar me toe. En als ik dat weer sluit en ik ga naar mirrors, dan dient ditzelfde knopje om de spiegel te verstellen. In dit geval de rechter, want hij staat op de rechter. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de linker. En zo heeft Tesla ervoor gezorgd dat er eigenlijk met twee knoppen heel veel verschillende functies te bedienen zijn. Waarvoor het nou eenmaal beter is om een fysieke knop onder handbereik te hebben. En dat is eigenlijk gewoon heel slim gedaan. Zo gaat trouwens ook het dashboardkastje open. Letterlijk alles zit in dat scherm. Dan de rest van het interieur. Hier in het midden. Nou, wat tref je hier zoal aan? Onder andere een armsteun. Eigenlijk niet zo bijzonder. Twee bekerhouders. Het blijft een Amerikaanse auto. En dan deze twee panelen. Die zijn te openen. Dit is eigenlijk een verrassend groot opbergvak. Nou ja, je ziet een beetje hoe erg mijn hand erin verdwijnt. En dan zit er hier nog een tweede. En dit is bedoeld om je telefoon op te leggen. En dat is geen inductielaadplek.
Maar Tesla heeft daar iets anders op bedacht. Hierachter zitten twee USB-poorten. Daar kun je een laadsnoer in doen, hier doorheen steken. En dan komen ze hier uit. Zodat je dus, afhankelijk van het telefoon dat je hebt, kun je je eigen snoer gebruiken. En dan leg je je telefoon hierin, dan wordt hij geladen. En dan kun je eventueel zelfs die klep weer dicht doen. Verstopt, en dan wordt hij gewoon geladen. En als je hem open doet, dan ligt je telefoon nog in het zicht ook. Creatief. Nou, je ziet al op het scherm, er staat een enorme roadtrip eigenlijk ingeprogrammeerd. En dat is natuurlijk ook de bedoeling, dat kan met elke Tesla en zeker ook met de Model 3. Er zijn nog geen WLTP-cijfers, maar volgens de Amerikaanse meetmethode kan deze auto in deze uitvoering, dus met de grootste accu, zo'n 500 km ver komen. En dan heb je natuurlijk nog Tesla's supercharger-netwerk voor als die 500 km niet toereikend is. Begin 2019, dan is het eindelijk zover. Dan kunnen de mensen die als eerste zo'n Model 3 besteld hebben hun auto naar verwachting in ontvangst nemen.